Keizerstraat. De Keizerstraat was heel vroeger een ontmoetingsplaats voor jonge mensen. Daar kregen ze dan vaak verkering. In mijn jeugd was de Keizerstraat een gezellige straat. Ik woonde op de Drogersdijk en zag zaterdagsmiddags veel mensen voorbijgaan om te winkelen. Er waren keurige zaken. Ik kan er nog veel van herinneren. Je had bijvoorbeeld een zuivelzaak Ros, die waren aangesloten bij Pauwen, een zware geloofsgemeenschap, die beschreven wordt in het boek Knielen op een bed violen. Mijn oma kwam 1 dag per week gezellig op bezoek. En dan moest ik een half onsje vierkante kees, kruidkaas, kopen. Dat kun je nu toch niet meer voorstellen? Maar we hadden geen koelkast, dus ik moest iedere dag vers beleg halen. Er waren 3 zaken van Bronsveld. 1 met stoffen, 1 met werkkleding en 1 met babykleding en lingerie. We kochten niet bij de banketzaak Ossen, want die waren rooms en wij waren protestant. Maar we kochten wel bij de GD, een drogist met een gaper boven de deur. Hij was ook rooms, maar mijn moeder vond hem zo aardig. Daar was ze dus niet helemaal consequent in. Nu weet je niet meer wie katholiek is of protestant of een ander geloof en het interesseert je ook niet. Wij kochten ook bij Koos Biemond, een kruidenier, een bijzonder mens. Er waren bakken met bruine bonen, erwten en kapucijners. En daar stond een weegschaal waarop alles werd afgewogen. Zoals 1 pond zout, 1 pond suiker of 1 onsje snoep. Hij verkocht toffees met een papiertje erom, geel en rood. En hij noemde ze etter en bloed. Als je gemalen koffie wilde hebben, dan moest je helpen malen. Er stond een grote koffiemolen met koperen bak. En dan vroeg hij of je wilde helpen met malen. En dan begon hij te zingen, daarbij die molen, die mooie molen. Er waren ook winkels met Joodse eigenaren, zoals Alex de Wind, met allerlei artikelen. Hij verkocht ook speelgoed en mijn moeder zei altijd als ik iets ging kopen, denk erom, laat je niet afzetten hoor. De Joodse familie Alter had een speelgoedzaak op de hoek van de molen IJzerstraat. Zij hebben de oorlog niet overleefd, omdat ze werden verraden door de overbuurman. Boekhandel van het Hof had iemand die huishoudelijk werk voor ze deed. Die werd gekke Janus genoemd. Wij zeiden altijd, Janus, schoenen van de crisis. Nee, ze zijn niet van de crisis, maar van de koningin. Waar dat op sloeg, heb ik nooit geweten. Tot slot waren in de Keizerstraat ook een aantal cafés. Als ik zaterdagavond in bed lag en de zaken gingen dicht, dan hoorde je de jongens zingend en lallend over straat gaan. Jammer dat door de supermarkten zoveel zaken verloren zijn gegaan.